Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe vlogboek. Vandaag ga ik jullie een tour geven van mijn fucking lijpe waggie. Ja, dank je Dion. Nee, zoals jullie kunnen zien is dit mijn autootje voor nu. Ik werk namelijk bij Stern Auto, zoals je hier kan zien. Hij is een beetje vies. Let er alsjeblieft even niet te veel op. Ik heb hem vanochtend nog gewassen. Alleen we zijn naar Harderwijk gereden en weer terug en hij is nu al zo vies. Maar ja, in ieder geval, dit is mijn smart. Ik noem hem de Johnny Mobiel. Letterlijk, zo heeft Dylan hem ooit genoemd. Shout out naar jou, Dylan. Nee, ik zat ook. Oh, je ziet jezelf zeker. Nee, ja. Maar wij gaan eventjes snel een kleine tour geven van deze fucking vette wrak. Laten we beginnen bij de wielen. Deze, ik weet niet hoeveel inch wielen. Ze zijn... Ja, ze zijn wel echt metaal, you know. Ja, wel hard. Shout out naar Stern Auto. Want ja, mijn werk. Nou, dan gaan we hier de voorkant. Dat is wel vet. Ja, nou ja, dit is de voorkant. Oké, kom mee. Want we hebben deze fucking lijpe bak. Heeft ook iets tering vets. De uitlaat, G. Maar zoals je kan zien, mat grijs. En, let op. Let op, hè. Ben je aan het opletten? Ja, Dion, let op. Dion, let op. Ja, de camera ook. Okay. Let op. Cabrio. Zoals je kan zien is het een cabrio. Film even hoe ik er nu bij sta. Dit is wel echt niet handig ook. Maar ja, zoals je kan zien is het een cabrio. Is het handig voor deze tijd van het jaar? Nee. Maar ja, hij is cabrio. Naast dat hij cabrio is, heeft hij ook nog andere leuke functies. Zo ziet de binnenkant eruit. Hij heeft gewoon dit. Ja, cool. Mooi. Het is een automaat. Dus dat is lekker makkelijk. Hij heeft de stuur ook. Ook handig. Omdat dit natuurlijk van de zaak is. Ja, ik betaal bijtelling. Dus ik mag ook persoonlijk rijden. Dus we doen er allemaal vette leuke dingen mee. Naast dit allemaal is die ook gewoon te koop. Dus wil jij nou de auto waar ik in rij, dan kan je hem kopen. Nee, echt waar. Nee, deze is gewoon te koop. Alleen ik rijd erin als soort van warmhouder of zo. Ja, ik weet niet echt hoe ik dat moet noemen. En nu neem ik het over. Hij ziet het niet. Hij ziet het echt niet. Hij kijkt het gewoon niet. Dit was de vlogboek voor vandaag weer. Dankjewel Dion voor het filmen. Film jezelf even. Dankjewel, leuk dat jullie weer keken. Dit is mijn bakkie. Ik ben er heel blij mee. Ik zie jullie morgen natuurlijk weer. En verder, al die andere rappers. Ja, ik zwijg ze vaarwel. Bye! Ben bijna normaal, voel mezelf speciaal. Ben bijna normaal en dit is nu mijn verhaal.